Veel scholieren van het Dollard College komen dagelijks op de fiets naar school. Soms over een fietspad, maar ook vaak over een weg als bijvoorbeeld de Heemweg vanuit Wagenborgen. Omdat daar geen apart fietspad is en auto's en fietsers beide gebruik maken van dezelfde weg, leidt dat tot gevaarlijke situaties. Ze doen eigenlijk alles wat verboden is. Dus dat houdt in dat ze aan de verkeerde kant van de weg fietsen, dat ze met zelfs meer dan 3 naast elkaar fietsen, dat ze elkaar schoppen, trekken en duwen en daarnaast geen hand uitsteken, spelen echt. Om de leerlingen ervan bewust te maken hoe gevaarlijk ze fietsen, krijgen ze een filmpje te zien. Met beelden waarin ze zelf de hoofdrol spelen. Met de auto ben ik achter hun aangereden met de camera op het dashboard. En ze hadden me in eerste instantie niet door, later wel. Dus een dag later ben ik weer heen gegaan met een andere auto en heb ik ze ook gefilmd. En ze laten gewoon alles zien en dat is wel heel erg leuk. Dus ze zijn betrapt op hedendaad. Kijk, dat is Kevin! Ja. Dat is Kevin! Heb jij jezelf herkend in het filmpje? Ja. En wat deed je? Slingeren. Ja, en niet echt normaal rijden. Af en toe slinger ik wel, maar normaal blijf ik wel recht fietsen. Een beetje slingeren en zo, een beetje stoer doen. Op anderen erbij zijn en zo. Dat vind ik een beetje onrespectabel. Een beetje voor die auto's langs hangen en zo. Ze slingeren veel te veel. Ze fietsten met veel te veel naast elkaar. De auto's konden bijna niet langs. Dus het hoort eigenlijk niet zo. Het filmpje lijkt zijn doel te bereiken. Plotseling weten ze allemaal heel goed hoe het wel moet. Stappen voor het verkeer. Ja, dat kan gaan. Ik ga gewoon recht fietsen voortaan. 2 aan 2 fietsen. Niet meer naast elkaar met z'n 7 of zo. En ook niet meer zoveel slingeren. Het project is nu nog een pilot en gaat waarschijnlijk verder op andere scholen in de provincie. Naar eigen zeggen fietsen deze scholieren in het vervolg. Verder!